Nou, hebben jullie, degene die zitten is gebleven, die hadden er moeten niet voor. Maar de rest wel, dank jullie wel. Geef nog een welkomstapplaus en vooral voor jezelf, dank je wel. En Marinka, voor jou de vraag, waarom deze muziek? Ik krijg er gewoon heel veel energie van. Lekker, hè? Ik wil dansen. Dank je wel. Goed, dank je wel. Good evening. Jeetje, ik dacht nog vannacht, misschien komt er wel helemaal niemand. Leuk dat jullie er zijn. En ook wel een beetje moedig. Even voor mijn check. Wie is er bij Jury net geweest? Jury van de Geest. Kijk. Oh, dankjewel. Helemaal goed. Want weet je, Jury had het over exponentiële veranderingen. En hij had het over factoren die voor ons mensen, dus niet robots, maar mensen heel belangrijk gaan worden. En laten dat nou net de onderwerpen zijn waar het vandaag hier bij mij over gaat. Bewustzijn, creativiteit, gut, lef, enzovoort. Dus ik haak lekker aan bij Jury. Je gaat bij mij op reis naar de factor moed. En het grappige is, ik doe al heel lang van alles op het gebied van leiderschap. En als er iets belangrijk is bij leiderschap, is het moed. En toen ik Wessel Ganzenvoort vroeg om het voorwoord te schrijven van factor moed, toen zei hij, in al die jaren heb ik het nog nooit onderzocht. En bij al die directies en al die besturen en al die managementteams hebben we het er nooit over. En toen zeiden wij tegen elkaar, dat is raar. Eigenlijk is dat heel raar. Dus ik dacht, laat ik van mijn hobby en mijn interesse gewoon iets moois maken. Laat ik eens op verkenning. En daar kwam factor moed uit rollen samen met Remco Klaassen. Je leert waarom moed belangrijk is voor je effectiviteit, voor je impact. Je leert waarom moed je geluk vergroot. En dat slechts in 40 minuten. Nou ben ik een beetje een diesel, dus als ik tijd heb in een workshop of een masterclass, dan kom ik een beetje op gang en weet je. Dus help me een beetje, ik moet altijd even op gang komen en zo. Dit helpt trouwens, zo'n start. Dus lach gewoon om alles wat ik zeg, dat helpt. Wat zeg je? Nog dansen? Doe maar aan het eind, want ik sluit er ook mee af. Even kennis maken. Ik ga jullie een paar vragen stellen, want het gaat ook over jullie vandaag. Niet alleen over leuke theorie. Ik ga een paar vragen stellen en jullie gaan eerlijk antwoorden. Oké? Okay? Ja is een hand omhoog. Ik durf het niet te zeggen, is je hand naar beneden. Oké? Gaat-ie. Wie is er 49 of ouder? Oké. Ja, ik ook. Ja. Ja, ik doe mee. Ik moet ook eerlijk antwoorden. Ja. Wie zet zijn prestaties wel eens wat rooskleuriger neer dan het eigenlijk het geval is? Ja. Ladies, wie verfraait de waarheid wel eens een beetje als iemand vraagt naar je gewicht? Nou, bij de mannen heb ik zitten verzinnen, maar dat is een hele intieme vraag, wordt dat. Weet je, formaten gaan we het maar niet over hebben. En zo. Maar, de laatste uitsmijter, voor de eerlijke antwoorden. Wie heeft er deze week 2 keer of meer seks gehad? Spannend. Oké. Goed. Per dag? Nee, per week. Right. Ik ga jullie even meenemen. En we gaan even een heel kort filmpje zien. En ik heb begrepen dat de spreker die hiervoor zat, Serena, ik het filmpje ook even laten zien. Ik weet niet, wie was daar bij Serena? Oké, je gaat hem nog een keer zien, helaas. Hij is niet zo lang. Kijk er even naar. Ik kom er straks op terug. Lekkere opening. Thank you.
Staat u nu weer aan? Ja, dankjewel. Wat valt jullie op in het filmpje? Wat zeg je? Veel vrouwen. Ja, maar die zijn toch ook veel moediger? Flauw. Maar wat nog meer? Wat zie je? Wat zeg je? De McNamara reclame. Hoezo dat? Oké, kom ik straks op terug. Maar wat nog meer? Wat zie je gebeuren? De stap achteruit. Energie, verandering. Ondanks angst toch gaan. Bingo, jij gaat door voor de koelkast. Ik neem je even mee naar factor moed. Want eigenlijk dat moment tussen wat je ziet gebeuren, dat achteruitdeinzen, die aarzeling, die angst en het moment dat je dan ook echt gaat, dat heb ik maar even grofweg gezegd de factor moed genoemd. Maar wat is moed nou eigenlijk? Om te beginnen, ik heb gekozen voor moed om die te benaderen vanuit de deugdenethiek. Eén van de vier kardinale deugden. Want weet je, een beetje lefgozeren, daar heb ik het niet over. Ik was op zoek naar echte, effectieve moed. Ik heb ook mensen geïnterviewd waar ook in hun situatie sprake was van moed die heel veel impact heeft gehad in hun omgeving. En het leuke was, zij zeiden niet tegen mij, je moet mij interviewen. Want zij zeggen, ja, ik kon niet anders. Dat is de reactie die ik van iedereen hoorde. Ik kon niet anders. En dat heeft iets te maken met purpose, daar kom ik zo op terug. Maar het leuke is van een deugd, die beweegt zich in het midden. Die beweegt zich in het midden tussen angst en overmoed. En ergens in het midden, daar zit moed. En het leuke bij de deugdethiek is ook nog, het moet ook nog een relatie hebben met de andere vier. Namelijk wijsheid, rechtvaardigheid en zelfbeheersing. Dus er kan geen sprake zijn van moed als iets niet rechtvaardig is bijvoorbeeld, of wijs. Dus over dat soort moed hebben we het. Die heb ik net gezet, midden tussen angst en overmoed. Het is ook een factor, een eigenschap of een waarde die heel veel te maken heeft met wilskracht. Je hebt een doel nodig, je hebt een purpose nodig. Je moet weten waar je voor gaat of je moet weten wat je niet meer wil. Want soms ga je op weg, terwijl je helemaal niet weet waar je heen nog wil, misschien. En dan word je misschien helemaal ziek van al die mensen. Je moet je droom achterna en je moet een visie hebben en een purpose. En soms zit je in een situatie dat je alleen maar weet, dit niet. En dat is ook een motivatie om tot moed te komen. En het is onmisbaar op een aantal plekken. Een van de hoogleraren die hierover schrijft, die zegt, alles van waarde is eigenlijk alleen maar te bereiken via moed. Want als het niet van waarde is, waarom zou je in godsnaam de moeite doen? Dus alles wat van waarde is, verdient ook onze moed. Het helpt bij goede keuzes. Kom ik zo op terug. En het baagt bij aan je eigen geluk. Dat zal je aan het eind, hoop ik, ook zien. Dan kom ik een beetje in de buurt van Juri. Want wat zijn nou factoren, dat heb ik gewoon lopen verkennen met die interviews en in de literatuur, wat zijn nou factoren waardoor je eigen moedfactor versterkt wordt? En het interessante is dat daar dingen bij elkaar komen waarvan je misschien op het eerste gezicht zegt, nou, is dat zo? Hoort dat dan bij elkaar? Eerst is bijvoorbeeld scherp zelfbewustzijn. Wat bedoel ik daar nou mee? Wij zijn nogal rationeel. En wij kunnen onszelf eindeloos veel verhalen vertellen over hoe iets zou moeten, of wat je misschien ergens van zou moeten denken. Hoe een ander misschien wel over jou denkt. Hoe het men vindt dat je zou moeten doen. Dat begeeft zich allemaal hier. 10% van ons bewustzijn is maar bewust. Dat zit ongeveer hier, zeg maar. De rest van de ijsberg, die 90%, die laten wij voor een heel groot deel nog onbenut. Maar weet je, het doet wel mee. Het doet absoluut mee. Alleen als je het niet ziet en niet voelt en niet erkent, dan ben je met zo'n onrustig buikgevoel bezig en je bent maar aan het jagen en je weet eigenlijk niet waarom. Je hebt dus keihard nodig, als je van dit deel zeg maar bewuster wordt, word je veel effectiever. Wat zit hier? Er is inmiddels ontdekt dat wij 3 belangrijke zenuwcentra hebben. Knooppunten, laat ik het zo zeggen. 1 weten we, die zit hier. Daar noem ik maar even het denkvermogen, de mind, de geest, hier, hersens. Die andere kennen we ook wel. Er zit hier letterlijk een zenuwcentrum rondom ons navel. Die maakt dat je denkt,
ik heb buikpijn. Dat had ik net een beetje toen ik hier zat, weet je wel. Dat je denkt, oeh, god. Dat zijn die emoties, je gevoel bij iets. Een heel aantal mensen overigens heeft al ook weer niet zo heel veel contacten mee, maar het is er wel. Het is dat moment dat je collega binnenkomt in de vergaderzaal, dat je denkt, oh my god, daar heb je Jeroen. En dat je helemaal onpasselijk wordt. Het zijn van die maag-buikgevoelens. Er is het meest recent nog een derde centrum ontdekt. En dat zit letterlijk rondom ons hart. En ook daar komt heel veel informatie binnen, die vervolgens weer naar je hersens gaat. En of jij dat daar ontvangt en verstaat, dat is dus wat ik bedoel met scherp zelfbewustzijn. Of jij die informatie letterlijk gaat leren verstaan die er uit die systemen komt. Hier zit met name wat ze zeggen, de gut. Je intuïtie, je instinct. Dat je zegt, ik weet niet precies waarom, maar dat moet ik doen. En dit gebied is lastiger te leren verstaan dan deze twee. Ik noem dit maar even korte golf. Dit ook, weet je wel, die vang je snel op. Dit gebied, daar moet je veel meer stilte voor opzoeken. Dat zijn die momenten dat je je afwasmachine inloopt te ruimen, of met je hond wandelt, of god weet wat je aan het doen bent. Dat je even niet bezig bent en dat je opeens die inval krijgt. En dan weet je dat dit gebied aan het praten is. Een andere belangrijke factor bij moed. Aankijken van de werkelijkheid. Ik had het net al eventjes over dat gewicht en zo, weet je wel. Maar in heel veel bedrijven, maar ook in heel veel privésituaties, hebben wij een hele grappige neiging. Wij benaderen de werkelijkheid vaak vanuit de wenselijkheid. Hoe het zou moeten. Hoe wij denken dat het zou moeten zijn. En het leuke is, wij doen alsof dat de realiteit is. Want alles wat er niet mee in overeenstemming is, dan zeggen we, klopt niet, fout, niet goed. Dat is een hele ineffectieve uitgangspositie. Ik zal zo vertellen waarom. Het is veel aantrekkelijker en veel effectiever om te beginnen met aankijken hoe het echt is. Niet met je plan, niet met je ideaal, daar wil je misschien wel naartoe, maar dit is de werkelijkheid. Weet je waarom het nou beter is om dit als uitgangspunt te nemen? Ik ga eventjes hier staan, in die wenselijkheid. En ik ben een manager en ik heb allemaal plannen gemaakt, weet je wel. En nou moet ik nog mijn mensen meekrijgen. Vervolgens roep ik tegen de mensen in het werkveld die in de werkelijkheid zitten, je moet hierheen. Wat geeft dat voor boodschap? Ik hoor hem niet. Hoop! Oh, dat heb ik nog niet gehoord. Ja, kan. Als je heel erg hoopt dat je hier naartoe komt, kan het hoop geven. Maar stel nou dat ik een plan neerleg, hè, bestuur, management, weet ik veel. En ik zit hier in de werkelijkheid en ik kijk daarnaar. Dan denk ik, nou, blijkbaar doe ik het niet goed of zo. Weet je, het is tekort. Ik schiet tekort. En ik heb het gevoel dat ik dus niet voldoe. Als ik dan van hier loop te roepen, je moet hier naartoe komen en je moet die stapjes maken, is alles wat ik aanmerk, voelt als een tekort. Dus er zit nog een gapend gat tussen hoe het zou moeten zijn en hoe het is. Niks mis met plannen. Maar wat als je nou eens begint, nadat je ze allemaal prachtig gemaakt hebt, die plannen, hier in de werkelijkheid, ook als manager, gewoon weer terug. Hoe is het nu eigenlijk? Als je dan richting die kant gaat, is elke stap winst. Heb ik niet meer dat tekortgevoel. Dan ga ik vanzelf ook meebewegen. Dus dat is een veel effectievere positie. Dus mensen meekrijgen, jongens, ik denk altijd maar, loop maar weer samen op. Verplaats je weer terug in de werkelijkheid. Weet wat je plan is, maar ga weer terug naar de werkelijkheid en loop van daaruit mee. Gezond ego, die is echt leuk. Middendeel van het boek. Hij is wat confronterend hier en daar, vooral voor mensen uit onderwijs. Zijn er veel mensen uit onderwijs? Welkom. Remco spaart jullie niet helemaal, maar ik ga toch eventjes dat gezonde ego uitleggen. Want hij heeft er fantastische namen voor verzonnen en we omarmen ze gewoon in onze methodieken. Dit hier in het midden, die rode stip, dat is de ster. Dat is dat gezonde ego. Dat zit lekker in elkaar, heeft een positieve value footprint. Dus niet alleen ik groei, ook mijn omgeving groeit. Hier zit de angsthaas. Daar heb je niet zoveel last van. Want die is een beetje stil, die trekt zich terug als het hem niet zint. Die komt niet zo snel in beweging, want een beetje spannend. Dus valt nog mee. Maar er is nog een ergere variant en dat is de verzuurde angsthaas. En de verzuurde angsthaas,
die hoor je wel. Want die gaat mopperen en die gaat klagen en die gaat trekken en die gaat zeuren. Wordt een sfeerspons, om het maar zo even te zeggen. Ik was laatst op een hogeschool een lezing aan het houden en ik wist dat het een semi-verplichte dag was. Dat was de eerste keer dat ik een semi-verplichte dag deed. Dus ik wist dat er een aantal in de zaal zaten waarvan je dacht, die hebben hier niet voor gekozen en die zitten hier omdat het mot. Dus ik verwachtte een klein percentage verzuurde angsthazen en die zat er. Wat doe ik hier? Dus het leuke was om met hen dit spel te doen, maar dat zal ik niet, in de 40 minuten past dat helemaal niet. Maar die verzuurde angsthaas heb je wel last van. Dat is degene die dus eigenlijk bij alles zegt, ja maar, echt no way, mopper de mopper de mopper. Geen gezonde ego-positie, ga je ook geen moed in tonen. Deze positie is ook leuk, de brokkenpiloot. Dat lijkt moedig gedrag, maar inmiddels als iemand hier komt, dan zie je zijn omgeving wat minder groeien. Dan zie je wat minder bloeien daaromheen. Dan wordt het wat meer over moi en only moi. Die praten veel over zichzelf. Die komen ook binnen met een groot entree. Dus toen wij schreven het boek, toen zei ik tegen Remco, lopen wij ook niet heel veel risico als sprekers dat je hier naartoe schiet? Want het is een dynamische balans, hè? We hebben er allemaal af en toe wat van. Dus we hebben volmondig dat erkend. Deze is de gangmaker op het feest. Weet je, iedereen vindt hem leuk. En het voelt nog een soort van leuk stoer. Totdat hij dit wordt. En dit heet de opgeblazen brokkenpiloot. Ze heten niet voor niks overigens brokkenpiloot. Want ze maken vaak brokken. In hun omgeving. Hier hoef ik alleen maar te zeggen, Trump. Dan weet je genoeg, denk ik. Deze hebben geen contact meer, overigens de verzuurde angst staat ook niet meer. Deze hebben geen contact meer met hun omgeving. Die hebben geen idee wat er gebeurt door hun handelen. Eerlijk gezegd, aan die kant, they don't care at all. Dus dat zijn de mensen die tegen zeggen, weet je, dat jij moeite met me hebt, is niet mijn probleem, hè? Is de jouwe. Doei. Dat is dat gedrag. En nog erger. Ik noem dat overigens geen narcisme, want dat vind ik een psychologische term, of voor de psychiatrie. Maar het is wel gedrag wat je narcistisch kan noemen. Maar ik hou niet van de term omdat mensen meteen maar een narcist te noemen. Een vierde factor die meespeelt. Wie heeft vaak last dat je ergens van binnen zo'n innerlijke jury hebt die bijhoudt wat de omgeving van je verwacht? Oké. Nou, dat is nog bescheiden. De rest kan het niet zoveel schelen? Nee? Oh, ik zal het nog een keer zeggen, de vraag. Wie heeft er wel eens last van dat je een innerlijke jury van binnen hebt die nadenkt over, wat zou een ander daarvan vinden? Kan ik dit wel maken? Oké. Meer, goed. Dat is veel meer, ja. Ja. Een onafhankelijke geest heeft niet dat brokkenpilootgedrag, maar wel, die kan zelfstandig denken, ook al vindt zijn omgeving er iets anders van. Dat zijn die planten in de Belbin-methode in je team. Die altijd net even dat andere setje kunnen geven in je team. Als je er één hebt in je team, hartstikke blij mee zijn. Je moet er niet een heel team van hebben, word je gek. Maar die ene plant die af en toe die vraag stelt, die niemand durft te stellen. Weet je dat? En dan zich daar niet zoveel van aantrekt. We krijgen de beat erbij, leuk. Ik ga jullie meenemen naar tools, want dat is eigenlijk nog het allerleukste. Hoe word je nou moediger? Hoe vergroot je je eigen moedfactor? Kan de muziek zachter? Nee hoor. Ik had water. Ja, daar heb ik water. Het eerste wat ik mijn cliënten vaak aanraad, de teams die ik begeleid of de executives of wat dan ook, is monitor te worden van jezelf. Kom ik even bij dat bewustzijn. Op het moment dat je meer bewust wordt van wat er met jou gebeurt in een situatie, in een vergadering, in een gesprek, in een meeting, maakt niet uit. En je gaat meer registreren wat iets met je doet, dan word je bewuster van wat er in jou beweegt en uiteindelijk word je ook bewuster van wat er om je heen begeeft. Dat betekent dat je bijvoorbeeld wat minder vaak eerst reageert, maar misschien eens in eerste instantie denkt, wat gebeurt hier eigenlijk? Voordat je reageert. Dus even niet die actie-reactie. En die gap, daar kom ik zo op terug, dat is echt een juweeltje van een tool. Maar die bewaar ik voor het laatst.
monitor worden van jezelf. Ga eens registreren wat je voelt, wat je denkt, wat er met je gebeurt. En als het dus heet wordt in de vergadering of spannend, vraag jezelf dan eerst eens af, kijk eens naar de patronen. Wat gebeurt hier eigenlijk? Word monitor, word bewuster. Ook wat er gebeurt in je buik. Die andere tool, dwing jezelf af en toe echt eens te kijken. Ik denk wel dat het zo is of dat het zo zou moeten, maar hoe is het eigenlijk echt? Durf eens echt de werkelijkheid aan te kijken. Maak hem eens niet mooier dan dat hij is. Best lef voor nodig. Ook als je in gesprek bent met je management, ook als je in gesprek bent met de directie. Begin eens met gewoon, dit is zoals het nu is. We willen daar wel heen, maar dit is zoals het nu is. Als je dat zou doen, realistischer kijken en het durven aankijken wat er aan de hand is, worden je keuzes natuurlijk ook effectiever, want je gaat vanuit betere informatie op pad. Dat is wat ze de onderstroom noemen in veranderprocessen. De bovenstroom zijn de plannen, de afspraken, wat we allemaal weten met elkaar enzovoort. En we hebben toch nu al 2 keer in de nieuwsbrief gezegd dat we overgaan naar agile. Ik heb nu zo'n mooie klant, ik ga zijn naam niet zeggen, die heeft 3 weken van tevoren gezegd, we gaan naar agile. Oh nee, dat noemde hij niet zo, hij zei zelfsturing. En na 3 weken was het zover. En vervolgens gaf ze nooit meer antwoorden. De leidinggever zei, nee, het is nu zelfsturing. Nu moet je het zelf uitzoeken. En na 3 maanden belden ze mij en toen zeiden ze, gaat niet vanzelf goed. Nee, dat klopt. Wenselijkheid, werkelijkheid. Weet je, als je zo'n transitie wil maken, moet je eens beginnen met wat dat oproept bij mensen. En wat dat misschien aan groei nog met zich meebrengt. En wat voor weerstand daar soms in zit. Benoem dat. Leg het op tafel. Zet die roze olifant een keer neer en bespreek hem. Ego-wasstraat. Over die ego-posities waar ik het net over had. Daar hebben we een wasstraat voor ontwikkeld. Even een tip. Als je dreigt hier naartoe te schieten. Stel, ik zit lekker in mijn sterren. En op een gegeven moment heb ik zoveel leuke lezingen gehad. En ik denk, nou weet je, ook thuis buigen en applaudisseren ze allemaal voor me. En dan ben ik een beetje verbaasd als ze dat niet doen. Dan weet ik, dat soort pakketpaaltjes heb ik geslagen, dat ik een beetje aan het opschuiven ben naar deze positie. Weet je, ik heb het zo druk gehad, ik heb net een lezing gehad, thuiskomen en dan denken, iedereen regelt het wel voor me. Geen gezond gedrag. Hier zou je bijvoorbeeld de helft van je spreektijd kunnen halveren. Als je opschuift, overigens leiderschapsvalkuil nummer 1, hè, dit. Als je gewend bent aan leiderschapspositie. Halveer je spreektijd eens. Ga eens een vergadering op je handen zitten en ga eens wat vaker luisteren. En ga eens wat beter kijken. Het is een hele goed onderdeel van de ego-wasstraat. Voor de angsthaas hebben we een ander advies. Ga eens kijken waar in godsnaam je angst vandaan komt. En waarom je misschien wel koestert. En waar je zo bang voor bent. Want hier zit heel veel angst voor onzekerheid, voor positieverlies. Overigens zit het daar ook trouwens vaak. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? De laatste, dat is de internal locus of control. Hele leuke. Van gisteren haalde ik mijn parkeervergunning op bij de gemeente Utrecht. Daar woon ik sinds 1,5 maand. Leuke stad. En ik haalde die parkeervergunning op, dat moest nog met de hand. En 100 excuses dat het pas in september digitaal ging worden. En binnen 10 minuten had ik 8 keer gehoord dat het niet aan haar lag dat het zo traag ging. Maar aan de projectgroep. De projectgroep had ervoor gezorgd dat ze mij al deze vragen moest stellen. En elke keer weer als ze iets invulde en dat liep niet, dan zei ze, ja, sorry hoor, dan moet de projectgroep het maar anders inrichten. Dat is een external locus of control. De ander heeft het altijd gedaan, niet jij. Heel veel mensen in systemen, want ik denk in systemen, een bedrijf is een systeem, wij zijn een systeem, een gezin is een systeem. Heel veel mensen in systemen hebben het idee dat ze niet meer een eigen regie hebben. Die geven hem uit handen en zeggen vervolgens dat de ander het fout doet. Als je die houding cultiveert, dan weet je zeker dat je aan het eind van je cyclus ongeveer hier zit, op de verzuurde angsthaas. Want hey, kan er ook niks aan doen. Zij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan, mopper de mopper. Hoe effectief word je dan in je moed? Nul. Dus geen handige positie. Internal locus of control, dat heb ik ontdekt bij de mensen die ik bestudeerde rondom moed. Die houden onder alle omstandigheden het idee
dat ze nog een eigen stukje regie hebben. Zelfs als je ontslagen wordt. Zelfs als je partner misschien bij je wegloopt. Zelfs als je ziek wordt. Want ik heb 20 jaar leiding gegeven aan transities, maar ik was ook 20 jaar vertrouwenspersoon. En ik maakte mensen op sterfbedden mee. En ik heb me verbaasd over het verschil bij de een of de ander. Hoe iemand kan overlijden, maar ook hoe iemand rouwen kan. Dat is een situatie waar je niet voor kiest. En de een overkomt het en gaat in de slachtofferrol zitten. En de ander is in staat om werkelijk vanuit die situatie nog een stuk eigen regie te pakken. En zijn geluk misschien is dan op dat moment een groot woord, maar wel zijn eigen gevoel voor eigenwaarde overeind te houden. Je hebt namelijk, als je in een gezonde situatie zit, psychiatrie daar gelaten, heb je altijd een stuk waar jij over gaat en niemand anders. Jouw antwoord op de situatie is ook. En dat zie je bij mensen met internal locus of control, die halen er naar binnen. Dat gaat over hun. Je kan van Nelson Mandela zeggen wat je wil. Heel veel mensen zeggen, ja, Nelson Mandela is een groot voorbeeld, dat halen wij nooit. Hij is niet moedig gaan doen om beroemd te worden. Wij zijn hem zo gaan waarderen, omdat hij onder extreme omstandigheden een moed toonde waarvan wij dachten, waar haalt hij het vandaan? Maar weet je wat een mooi voorbeeld van hem is? Hij zat op Robbeneiland, gevangenis, zoveel jaren. Dan kan je je gaan voelen als een slachtoffer. Is helemaal niet zo moeilijk. En hij bleef van binnen het besef houden, ze gaan wel over mijn lijf, maar niet over mijn geest. Daar ben ik heer en meester. Dus hij hield zijn eigen geestkracht overeind. Dat vind ik dus een extreem sterk voorbeeld van een internal locus of control. Ik ga even naar de gap, want die is hartstikke leuk. De gap. De gap, wat is het? Het is een principe van Viktor Frankl. Komt uit de psychiatrie van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En daarna heeft hij het verder uitontwikkeld nadat hij het kamp had overleefd. Zijn familie niet. Maar hij zei, wij hebben tot nog toe geleerd actie-reactie, stimulus-respons. Ken je het, Pavlov? Jij slaat mij, ik sla terug. Of je leert dat als jij iets pakt en je krijgt een klap, dat je de volgende keer misschien nog een keer conditionering. En hij zei, het kan niet waar wezen met die enorme bewustzijnspotentie in ons als mensen, dat wij helemaal bepaald worden door actie-reactie. Dus er moet iets meer zijn wat ons mens maakt. En hij ontdekte dat je een ruimte hebt tussen actie en reactie. En hij noemt dat een soort space, een ruimte. En in die ruimte, daar zit dat bewustzijn. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er met mij? Je kan nadenken over jezelf. Je kan reflecteren op jezelf. Je kan kijken, wat doe ik en wat doet die ander? Dat kunnen de meeste zoogdieren niet. Dolfijnen misschien een beetje, ze zijn wel wat aan het studeren erop. Maar wij hebben dat vermogen om te reflecteren op onszelf. Maar we gebruiken het zo weinig. Dus in die gap, in die ruimte tussen actie en reactie, zit bewustzijn. Maar er zit ook kompas. Want kompas, als je niet weet waarvoor je iets doet, of om iets te verlaten, of om iets te bereiken, dan kom je niet in beweging, hoef je geen moed te tonen. Dus in beweging komen vraagt dat je weet waarvoor je iets doet. Dus als je zegt, ik moet mijn mensen meenemen, begin eens bij hier te staan en te snappen met elkaar wat het doel is. Simon Sinek noemt het de hele tijd de why, ik ga dat woord niet kopiëren van hem. Voor mij is dat kompas. Weten waarom je iets doet. Purpose noemde Juri het net. Geweten zit er ook. Is het moreel wat ik doe? Is het wijs wat ik doe? Is het ethisch wat ik doe? We hebben een geweten wat na kan denken. Als je die gap dus vergroot, krijg je daar meer tijd voor. En een ander heel belangrijk ding, creativiteit. Want wij zitten in een wereld, inderdaad, in een enorme transitie. We komen dus in situaties die we nog nooit gezien hebben. Sterker nog, we kunnen ze niet eens voorspellen, een beetje duiden. Dat betekent dat we een landschap ingaan en in te gaan zijn, waar je absoluut de routekaart niet van hebt en ook de gebruiksaanwijzing niet van. Dus je zal iedere keer nieuwe oplossingen moeten bedenken voor dingen die je nog niet weet. Nog nooit bent tegengekomen. Van de week zat ik met mijn dochter Sully te kijken. Wie kent die film? Sully. Dat is die piloot die opstijgt in New York, een hele bos vogels door zijn twee motoren krijgt en vervolgens landt in de Hudson zonder ook maar één overledene, één dode. Gewoon
Nul doden. Allemaal overleefd. En hij wordt later, dat is echt een bizar voorbeeld. Het is echt gebeurd. Ik vond het fantastisch om te zien. Maar hij wordt dus later, vrijwel meteen na die crash, wordt hij onderzocht. Waarom ben je niet naar La Guardia gegaan? Of waarom ben je naar Tetro gegaan? Want het was vliegtuig heel gebleven en dat vond de vliegtuigmaatschappij wat fijner. Dus hij werd meteen aan de tand gevoeld. En die man zei, die onderzoeker tegen hem, ja, weet je, iemand die in de Hudson landt, dat is nog nooit gebeurd. Nee, zei hij. Maar dit was ook een situatie die nog nooit is voorgekomen. Dus dan zijn er oplossingen die nog nooit gebeurd zijn. Dat klopt. Weet je, als iets nieuw is, vraagt het om een antwoord op dat moment. En dan helpt het weer even terug dat je dus het hele systeem gebruikt. Hij gebruikte zijn gut, zijn gevoel, zijn talent, zijn instincten, zijn kennis. Alles bij elkaar comprimeerde zich op dat moment. En hij dacht, ik land dus in de Hudson. Dus creativiteit, die gap. Hoe vergroot je die? Nou, bijvoorbeeld door dus jezelf tegen te houden als je meteen zou willen reageren. Als iets dit oproept, dat je denkt, tijdens een vergadering. Zen. Stel jezelf eens even de vraag. Wat gebeurt hier? Even niet reageren. Wat gebeurt hier? Bewustzijn. Wat wilde ik eigenlijk ook alweer bereiken in deze situatie? Want ik kan er wel op slaan, bij wijze van spreken. En ik ben een redelijk driftkikker. Ik heb dat redelijk in toom ongeveer nu. Wel een beetje. Maar ik heb werkelijk in vergaderingen gezeten en dan was ik voorzitter van de staf. En ik moest het bestuur overtuigen. En een staf met beleidsmedewerkers kent details van het beleid. En bestuur bestuurt op hoofdlijnen. En dat geeft een staf vaak het gevoel dat ze echt niet weten waar ze over praten. Of een beslissing over nemen. Dus als hoofd van die staf zat ik daar en dan kwamen er echt besluiten af en toe uit de koker. Dat ik dacht, my god. En dat was aan mijn ogen te zien, dat was aan mijn lijf te zien. En dan spuwde mijn ogen vuur. Dus ik heb het gepresteerd een keer om met een slaande deur het bestuur uit te lopen. De bestuurskamer uit te lopen. Waarna een van die leden, na een uur, op mijn bureau kwam zitten en zei, wou je nou echt zelf de stoelpoten onder je eigen stoel vandaan zagen of laat je voor ons nog wat over? Dat is niet effectief. Weet je, die emotie daar ventileren en dan in één keer als een vulkaan ontploffen in de zaal, dat is niet effectief. Dus ik dacht, hij heeft wel een punt, maar hoe dan wel? Je kan best functioneel boos worden in een situatie. Dat vraagt leiderschap ook soms. Maar emotioneel boos, daar moet je dus even de gap in zetten. Dan kan je beter bij jezelf denken, nu even niet. Even, wat gebeurt hier? Wat wil ik bereiken? Is het oké wat ik nu doe? Of haal ik iemand echt helemaal onderuit als ik nu reageer? En wat zou een oplossing kunnen zijn? Heb je ze alle vier te pakken? Gappen. Even kijken of we nu... Ja. Eén voorbeeld van de week. Die was ontzettend aardig. Hij staat verkeerd om. Zo. Was één... Ik sprak iemand, een manager, grote organisatie, internationaal. En haar divisiedirecteur zat met een aantal reorganisaties die doorgevoerd moesten worden. En zij vertelde dat die divisiedirecteur een aantal mensen had ontslagen. Alleen, ze was vergeten het team uit te leggen waarom en wat het doel was en wat er ging gebeuren. Wat gebeurt er met zo'n team? Iedereen in onzekerheid, iedereen in angst, mopperen enzovoort. Logisch, hè? Want misschien ben jij de volgende. Dus degene die ik sprak, die was zo moedig geweest om tegen de divisiedirecteur te zeggen, zou jij niet eventjes op die zeepkist moeten gaan staan en zou je niet even moeten uitleggen waarom je dat doet? Vertel gewoon eens even, dit, hè, jongens, heel vervelend, maar dit zijn de redenen, dit is waarom we het doen. En vervolgens op de zeepkist durven staan voor je beslissingen. Als manager, als leidinggevende, whatever. De divisiedirecteur vond dat een heel goed idee. Dus die zei, we beleggen een vergadering, ik ga uitleggen waarom dat gebeurd is. En vervolgens, op het moment dat iedereen in de vergaderzaal zat, werd er ingebeld, ging de telefoon. De divisiedirecteur. Zij zat op haar kamer en ze had, volgens haar was het verkeerd in de agenda gekomen. External locus of control. En ze had niet zich gerealiseerd dat de vergadering beneden was. In die zaal.
Maar bij, ze dacht bij haar boven. 3 verdiepingen hoger in hetzelfde gebouw, hè? En ze weet dus dat zo'n team onrustig is en dat daar veel emotie zit en dat ze dat aan zal moeten kijken. Ze presteert het dus om de telefoon te pakken, in te bellen op die meeting en de emoties van het team te bespreken per telefoon. Ik had nog nooit zoiets gehoord. Ik viel een klein beetje van mijn stoel. Toen dacht ik, dat is dus geen zeepkist, dat is dus duiken. Dat is een zeepert, ja. Mijn hemel. Dit is het leiderschap, ook als ik heel eerlijk ben, soms bij mezelf, dat ik denk, weet je, ik duik af en toe ook wel weg omdat ik iets gewoon heel spannend vind. En dat soms eens aankijken en denken, en wat vind ik nou hier het spannendste? Wat vind ik nou het engste? Of dat iemand dat mij vraagt, waar ben je eigenlijk bang voor? Het mooie is uiteindelijk dat als je er dan toch voor kiest, filmpje van het begin, om het aan te kijken en dan toch te gaan, dat je effectiviteit vergroot, maar ook dat je gevoel over jezelf, je eigen waarde, je geluk ook wordt vergroot. En dat is waarom die factor moed zo onmisbaar is. Dingen leren aankijken, dingen leren bekijken en dan opschuiven van ik zou dat moeten doen. Wat we zo vaak zeggen, ik zou het eigenlijk moeten bespreken, ik zou dat eigenlijk eens willen doen, maar ja. En dan komen al die argumenten. Je schuift op van ik zou naar ik doe, ik ga. En misschien ga je op de neus, so what? De kunst van de imperfectie is ook dat niet alles lukt. Creativiteit lukt niet zonder risico's. Weet je, de brokkenpiloot neemt van die risico's dat je echt denkt... Iemand die had moed uitgeprobeerd, kreeg ik op een berichtje van. Ja, zegt hij, ik ben uit mijn comfortzone gegaan, ik ben moedig geweest, ik was dronken, ik ben op tafel gaan staan en ik heb op de tafel in de bar me helemaal uit mijn hemd gezongen. De volgende dag werd ik natuurlijk door al mijn collega's belachelijk gemaakt. En hij dacht dat dat moedig was. En dan denk ik, weet je, dat is dit. Dat is brokkenpiloot, denken dat dat moedig is. Maar wel af en toe eens uit je comfortzone stappen en denken, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Wie zei het ook alweer? Pippi Langkous. Dat is wel moedig gedrag. En deze wereld die er nu aankomt en die er al is, die vraagt daarom. Dat je daar naartoe gaat. En het allerleukste van moed is, dat als je op een gegeven moment in die authenticiteit en in die persoonlijke kracht kan staan, dat dat is wat je uitstraalt. Ik had voor vandaag een heel mooi jasje. Weet je? Dat is veel te heet. En toen dacht ik uiteindelijk, ik had hem uit willen trekken. Ja, hij zit mooi in een pakje. Ja. Ik had hem mooi uit willen trekken, want uiteindelijk, maar wat je uitstraalt. Dat is wat er opgepikt wordt. Dus hoe krachtiger jij van binnen wordt. En dan hoef je echt niet altijd allemaal Mandela's te worden en Malala's. Want moed is voor elke dag, kleine dingen. Dus hoe krachtiger je wordt... hoe meer je dat uitstraalt. En het leuke is, daarom hebben we het ook factor moed genoemd, dat werkt super aanstekelijk. Want als ze het jou zien doen, dan denkt een ander, hela, volgens mij kan ik het ook. En daar ga ik je even een kort stukje aanstekelijkheid van laten zien. Dan beginnen we en eindigen we weer met dansen, hè? Father.
Marinka fluistert in mijn oor, wie heeft hier moed om mee te doen? Marinka! Dank jullie wel. Kan ik er wat zeggen? Dank jullie wel. Ik wens jullie een gezonde dosis factor moed. Heel veel succes en heel veel geluk. En dank voor jullie komst.